alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD Varemoor en vandaag ga ik op pad met deze T5. En dat is een oudje, maar hij rijdt misschien wel naar grond, misschien nog niet. Gemaakt door Team MH, ik vind hem wel erg vet. Hij heeft een Vista lichtbalk. Hij heeft, ja, dus de oude voorkant van de T5 is dat, geloof ik. En ik vind het echt wel wat hebben. Als ik hem zo zie, dan vind ik dat echt super vet. Dus die gaan we vandaag gebruiken. Het is echt KUT weer. Maar dat hebben we ook wel eens. Dus we hebben in ieder geval de lange mouwen. We hebben de GoPro om. We hebben de taser om het been. We hebben geen bijzonderheden voor deze dienst. Dus we gaan instappen en we gaan vertrekken. Kleine bijzonderheid is wel dat als ik bijvoorbeeld, zoals je ziet. En dat zie je. En nu, ja, nu zie je het. Er steken wat, wat lichtpuntjes uit, zeg maar. Je ziet hem rechts. En nu links. En als je blauw gaat aanzetten, zie je ook dat ze voor de auto uitsteken. En achter de auto steken ze ook een beetje uit. En dat zie je dan op deze manier. Maar ja, dat maakt niks uit. Dat ligt waarschijnlijk aan mij. Het is namelijk een, hoe heet dat, gebeuren. Het is een add-on vehicle, dus het kan ook zijn. Rijdt alsjeblieft prio 1. Het kan ook zijn dat we geen stoptekens kunnen geven omdat het een add-on vehicle is. Maar in ieder geval, daar komen we wel achter. We gaan nu prio 1 naar een ongeval. Kijken wat we daar gaan treffen. De plaats, zo te zien, is het één pick-up. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor de wagen? Nou, ik heb een ambulance opgevraagd, was niet helemaal de bedoeling, maar het komt er goed uit. Ah, de brandweer kan ook even meekijken. Meneer, goeiedag. Ambulancedienst, wil ik zeggen. Goeiedag meneer. Politie, ik ben Wim. Kunnen we me horen? Nee. Even kijken of er bijzonderheden zijn met het voertuig. In principe hoeven we niks af te zetten. Ambu is aanrijden. Ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken. 4, 6... Niks met voertuig aan de hand. Niks achterin. Even snel kijken of dit voertuig erbij betrokken is. Anders is ze doorrijden. Zo te zien niet. Kijk wel even meteen of hier bijzonderheden zijn. Kunnen we eventueel later de gegevens nog opvragen mocht hij getuige zijn. Ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken. 0, 2, vol, vol. Heb jij iets gezien toevallig? Daar is de ambu, A2 zo te zien. Nou, zijn eigen inschatting. OC 1201 over. Er zijn geen eenheden meer nodig. U kunt uw weg vervolgen. Goeiedag, hallo. Dit is best de heer de brandweer. Rijd als het goed is. Hier. Daar zo. Maar die zijn niet meer nodig. De meneer wordt gereanimeerd. We gaan alvast deze laten afslepen. We gaan camerabeelden hier opvragen. Dit is namelijk een dodelijk ongeval. De meneer is overleden. Dat betekent dat we dus wel hier even flink moeten gaan uitzoeken wat hier allemaal los is. Deze melding is ten einde. Goed werk. Dus dat gaan we ook doen. Maar dan mag de VOA of zo doen. Of de recherche. Lijkt me niet een plek waar je heel hard kunt rijden. Ja, als je vandaan komt naar hier en dan knal je ergens op en een vliegpak over de kop en kom je hier tot stilstand, dat is misschien. Ik ga snel in mijn busje zitten, want Wim zijn mooie haartjes worden nat. Ik vind het ook wel vet om te zien hoe een, of om te horen, en dat is meer dan logisch ook, maar dat je als je buiten staat dat de regen harder is dan dat je in je auto zit en dan hoor je dus echt op het moment dat je de deur dicht doet, hoor je de regen minder hard. Ik vind dat wel leuk, leuk detail. Druk erop end. En we gaan verder.
Nou, ik ben er net in ieder geval wel achter gekomen dat we geen stoptekens kunnen geven met dit voertuig. En dat komt omdat ik omdat dit een add-on vehicle is. Dus ik heb hem zeg maar toegevoegd. Dit is Police 6. En zoals jullie weten gaat hij niet, is geloof ik maar Police 1 tot en met 4. En dan ga je natuurlijk krijgen FBI 1, FBI 2, Police Old 1, Police Old 2. Maar in ieder geval Police 5 en Police 6 bestaat niet. Met als gevolg dat dit echt een add-on is en dat ik dus geen stoptekens kan geven. Dus die kunnen we... Zo, dat was niet netjes. Ja, nu wil ik die dus een stopteken geven. Dan hebben we nog wel een andere optie. Dat is gewoon dit. Alleen even zorgen. Goedendag. Hallo. Meneer, even snel hoor. Heeft u van mij een rijbewijs? Niet zo netjes wat hij daar deed. Hij heeft sowieso geen voor, maar hij gooide hem wel ervoor. Ik weet niet of er zelf schade is. U wordt nog gezocht, zie ik staan. Ik weet niet waarvoor, maar u gaat wel worden aangehouden. Mag omdraaien. Even hand op de rug. De boeien gaan wel om voor mijn eigen veiligheid. En u gaat met mij mee. Nee, met mijn collega's mee. Ik ga nu verifiëren of dingen bij die niet bij mag hebben. Je had een handgranaat bij, jezus. En een terroristenmasker. Dus misschien wordt hij nog voor verboden wapenbezit of zo gezocht. Ik moet even niezen, of toch niet? Ja. Zo. Altijd lekker. En nee, waar een hekel aan heb is als ik moet niezen maar het lukt niet. En dan zit je daar zo van ja, nee, ja, nee, ja, nee, nee. Dat is altijd minder natuurlijk. We hebben het verkeer even stilgezet zodat we niet van een sokken worden gereden. Maar ik geloof dat mijn collega's daar ook niet meer gaan verder rijden. We moeten de achter ingedrukt houden. Of de backspace ingedrukt houden. Kijk eens aan, dat was mijn T5. Die is nu weg. Kan Lusu. We gaan het verkeer weer vrijgeven. Wij gaan alvast op het stoepje staan. De persoon gaat mee met mijn collega. Citizens report. Wij gaan naar een overval die op dit moment gaande is. Shit, 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 shit. Ja, onze voertuig, wou lekker Nederlands. Die stond natuurlijk wel nog gewoon netjes hier. Dus we gaan er ook vanuit. Voertuig is weggesleept, weg is vrijgegeven. We hebben nog maar 20 seconden. We hebben geen tijd voor de kogelwerende vesten. Eigen veiligheid voorop, ja dat klopt. Maar wij lossen deze shit wel op zonder kogelwerend vest. Hier ergens zijn, bij de kapper misschien. Ja, hier zo. Hey, staan blijven! Handen omhoog! Oh, shit, is het één persoon? Oké, OC. De persoon gaat er vandoor. Hey, hey, hey. Ja, trek hem eruit vriend, lekker pik. Handen omhoog! Laat je... Godsamme, kom hier. Zegt de volgende voet. Hij neemt het spoed erbij. Vuurwapen gevaarlijk persoon. Staan blijven. Staan blijven zeg ik toch? Kom op. Handen omhoog. Stoppen. Ja, net een heel groot vuurwapen vast. Kom op, meewerken. Vuurlijnen met de collega's. Rekenen mee houden. Liggen. Aangehouden. Overval. Verboden wapenbezit. En negeren van ambtelijk bevel ofzo. Even mee naar de stoep komen. Ik ga hem fouilleren, als hij nou dat vuurwapen niet bij heeft, dan heb ik een groot probleem, want dan ligt hij in die auto die hij net heeft gejat. Ja, die is dus kwijt. We hebben zojuist... ja goed, maar net uit. Een collega vraagt om een assistentie. Hij had dus een echte vuurwapen bij en een tas met de buit van de overval. Alleen hij jatte een voertuig, toen knalde ik daar met mijn T5 op. Om hem te stoppen. Toen trok de bestuurder van het voertuig hem weer eruit. Waardoor
de bestuurder zijn voertuig weer terug nam. Maar die is er waarschijnlijk wel vandoor gereden. En daar zat waarschijnlijk de buit in en het vuurwapen. Dus ik hoop dat de bestuurder nu beseft van, oh, dit is niet van mij. Als ik het hou, dan ben ik strafbaar. Dus hopelijk brengt hij het naar dichtbijzijnde politiebureau. Zo niet, dan hebben we een groot probleem. Zo wel, dan zijn we natuurlijk heel blij met hem. Maar ja, wat moest je dan doen? Hem laat je niet gaan. En ja, je gaat ervan uit dat hij het vuurwapen ook bij heeft. Nou, we zijn weer vrij available for calls. Yes, dus we gaan gewoon lekker verder patrouilleren. Wat een regenachtig stom weer is toch ook. Ja, dit is het in Nederland op dit moment ook. Of als ik het opneem op dit moment. Ik vind dit altijd zo... ja, weet je, van mij mag het zo koud zijn als op de Noordpool. Het mag... ja, dat vind ik gezellig. Het mag vroeg donker zijn, het mag koud zijn. Maar daar moet geen regen bij komen, want dan krijg ik toch echt... Nou, daar word ik niet goed van. Regen of van die KUT-sneeuw die dan in je ogen komt. En dat je alleen maar zit te kijken omlaag naar je stuur, omdat je niks anders ziet op de fiets dan, hè. En vervolgens knal je weer bijna ergens op omdat je niks ziet. Je kunt moeilijk je zonnebril opzetten. Maar ja, wat mij betreft mag het dus lekker koud zijn. Daar kun je op kleden tenminste. Ik vind altijd op het warme weer kun je niet echt kleden. Vroeg donker zijn, altijd gezellig. Zeker als je eenmaal dan weer thuis komt. Ik snap het kruispunt nog steeds hier niet, hè. Ik doe maar wat. Dan kom je thuis, koud buiten, binnen lekker warm, wil verwarming. Je doet je trainingsbroek aan of zo en je gaat op de bank liggen, Netflixen. Dit is Arjan Lubach op Dumport. Shotjes, tot zo. Rijdt alsjeblieft prio 1. Ik krijg een melding van dat er spullen worden kapot gemaakt. Property damage, dus zo zijn mensen op dit moment dingen aan het vernielen. Mijn gevoel was het geen prio 1 indicatie, maar blijkbaar toch wel, dus daar gaan we ook... toch met prio 1 naartoe. Als we nog op hete water willen betrappen, ga nu wel sirene al uit. Geen tram, nee, rechts vrij. Het zou een Aziatische man zijn. We gaan even snel inlezen. Natuurlijk kan dat normaal gesproken niet. Aziatische man, normaal gebouwd zeg maar. Zwart haar, donker jasje en een donkere broek. Als we daar ter plaatse iemand anders aantreffen, dan weten we dat dat mogelijk de dader is. Dit lijkt de melder te zijn. Goedendag. Een bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. Ik ben nu degene 1-2 verbeld. Kun je alsjeblieft doen aan die groep daarachter. Die zijn met graffiti aan het bezig. Oké, dankjewel, ik ga met ze bezig. Hoeveel mensen heb je gezien? 3 personen. Oké, ik ga eens kijken. Blijf je nog even staan trouwens. Ze zijn dus daar gewoon op heterdaad met graffiti bezig. Ik zeg altijd graffiti, maar het is graffiti natuurlijk. Dag heren. Mag ik even stoppen, waar jullie mee bezig zijn? Meneer, wat zijn we hier aan het doen? Oké. Hebben jullie dingen bij niet bij mogen hebben? Oké. Ik wil van jou even een identiteitsbewijs hebben. Blijf eens even staan. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Blijf eens even staan. Luister eens. Kom eens hier. Ik ben deze aangehouden. Maar even omdraaien. Ze zijn dus hier gewoon bezig en ze zeggen, dus ik, meneer, ik zeg het gewoon eerlijk, ik ben bezig met mijn tag neer te zetten. Blijf hier even staan. En met een tag bedoelen ze gewoon, gedag. hun logo zeg maar, dat is vooral in gangs wordt dat gebruikt. Ook van jou, hè? Jij bent aangehouden voor vernieling van eigendom van anderen. Niet de antwoord verplicht, je hebt recht op een advocaat. Jullie gaan beide even met een collega richting bureau. Collega, ik ga hem nog even fouilleren van mijn eigen veiligheid. Er zal nog iemand bij betrokken zijn, heb jij die meneer toevallig? Ja, weet je, je kunt wel vragen waar is die derde persoon, maar dan zeggen ze dat gaan we jou niet in je broek komen.
Hij had niks bij zich. Dat is voor het eerst dat iemand echt gewoon niks bij heeft. Meestal hebben ze altijd wel een seksueel getint item of een wapen of wat dan ook. En hij heeft bij. Ook niks. Goed, dan gaan we nog even snel hier om het hoekje kijken. Kijk eens aan, hier hebben we mevrouw gevonden. Goeiedag. We hebben deze aangehouden. Even omdraaien. Even blijven staan. Even blijven staan, zeg ik. Oké, okay. Ja, je gaat even mee naar het politiebureau. Het is natuurlijk niet toegestaan om vernieling te doen. Een collega vraagt driemaal aanhouding voor vernieling van eigendom van anderen. Ja, dat is nog de sirene die ik op de ambulance had, die ik laatst had aangepast. Dat klopt niet allemaal. Ja, goeiedag. Even kijken. Ik wil van jou nog even een verklaring. Mag ik even opschrijven, blijkbaar gaan we dat nu doen. Mag gewoon nog op het bureau komen afgeven hoor. Oké, dan wil ik even kijken. Even jouw gegevens, dat het dat ook. Dat moet gewoon een systeem worden neergezet hè. Ik heb een zijn gegevens, ik heb zijn rijbewijs, ik heb zijn verklaring. Of ik heb in ieder geval identiteitsbewijs. Dan ga ik hem vragen het gebied te verlaten. En dat bedoel ik niet van hé, nu moet je hier oprotten, maar gewoon je kunt je weg vervolgen. En dan gaan wij ook weer door de eenheden of de verdachten worden opgehaald door collega's. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Als jullie een leuke en interessante video vonden. Natuurlijk met de regen is dat altijd wat minder. Maar goed, dat hoort er ook bij. Helaas in Nederland. Voor de rest, niks te melden. Blauw duimpje omhoog zou leuk zijn. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Tot dan. Doei.